Zo, welkom terug allemaal. Vandaag opnieuw een video in de reeks materiaal met een verhaal. Maar dit keer kijken we niet naar een, uh, een fototoestel of een bepaalde lens, maar wel naar een computer. En dat is deze MacBook uh, Pro UniBody van mid 2010. Want als je aan fotografie doet, digitale fotografie, is de kans groot dat je een computer nodig hebt ook. En dan kan ik eigenlijk wel de Apple producten aandraan. We Maar even een paar features overlopen. Eigenlijk had ik, ik studeerde ook informatica, um, dus ik had sowieso een uh, laptop nodig. Ik heb eigenlijk, een, voor ik deze kocht, dat was mijn eerste Apple Macbook. En voor ik deze kocht, heb ik een aantal ik denk drie of vier Windows computers gehad. Van verschillende merken: HP, Acer, Asus, uh, Dell. En het is eigenlijk uh, die waren meestal na 1 2 jaar. Waren die stuk of, of te traag of overbodig of niet meer goed genoeg voor wat ik ermee wou doen en uh, dan de laatste laptop, de, nee de voorlaatste, ik heb eigenlijk ook al een recentere MacBook dan deze maar dat is eigenlijk omdat ik een, uh, een ontwikkelaar ben dus ik heb wel vrij goede snelle hardware nodig maar eigenlijk voor uh, de fotografie die ik toepas en uh, zelf het verwerken van video en dergelijke meer is deze computer nog altijd meer dan goed genoeg. Dat is dus een computer van uh, een model van 2010 midden 2010 en uh, in die tijd hadden de MacBooks nog een een aantal features zoals hier bijvoorbeeld uh, een uh, lichtje wat dat oplicht als je computer in slaapmodus is. Dat zie je nu normaal gebeuren. Een infrarood indicaat of een infrarood uh, ontvanger dat bestaat nu allemaal niet meer op de macbooks. Verder had je toen ook zelf nog een uh, dvd drive die heb ik wel vervangen. Daar heb ik een afzonderlijke video van. Die heb ik vervangen door een, uh, een extra harde schijf en je had ook heel veel poorten, als je dit ziet, en vergelijkt met de laatste, de recentste uh, MacBooks, het verschil is enorm. Dus deze heeft nog, uh, we zullen even de poorten overlopen, nee, dus dit is de uh, MagSafe-poort, dus hiermee kun je de computer opladen eigenlijk, is een magnetisch contact, zodat als je over de kabel struikelt, dat het eigenlijk gewoon loskomt en dat het niet afbreekt. Ik moet er wel bij vertellen, dat ik die adapter op zich, al eens moeten, al, uh, er is eigenlijk al een ik heb een nieuwe adapter moeten kopen, rond de 80 euro, dus in die 10 jaar, dat Nee, beter in de acht jaar dat ik deze computer heb, heb ik qua kosten eigenlijk alleen maar de kost van die adapter gehad. Al de rest van de kosten waren upgrades die ik vrijwillig uitgevoerd heb. En verder een uh, netwerkkabel, Firewire, uh, DisplayPort. Het is spijtig genoeg geen Thunderbolt, het is dezelfde type aansluiting. Of de connector past fysiek wel, maar een Thunderbolt scherm zal hier dus niet op werken. Het is echt een, um, een DisplayPort. Dus dan moet je van die typische adapters kopen om naar uh, HDMI, DVI of VGA om te zetten. Dat zijn dit soort adapters, dus die past daarin en dan kun je... Dit is het symbooltje van displayport. Dat is een ander symbool dan uh, Thunderbolt. Thunderbolt heeft zo een uh, bliksemschicht. Dat zie je op de recentere MacBooks en op het Thunderbolt scherm. Dat zijn USB 2 poorten, dus nog geen USB 3. Koptelefoon een SD-kaart, heel handig ook. En dan nog een indicatie van uw batterij. Ja, dan zie je een aan aantal lichtjes, of dat die opgeladen is of niet. Voor de rest is het een computer van 8 jaar oud en die, heeft, die krijgt nog altijd uh, software updates. Dus die heeft de recentste High Sierra Mac OS X installatie. Ik heb er zelf ook een aantal upgrades aan uitgevoerd en in die tijd kon dat nog. Wat ik geupgraded heb, dus ik heb hier extra werkgeheugen geplaatst. Ik heb twee... Uh, slots waarin ik latjes van 4 gig gestoken heb, dus dan heb ik in totaal 8 GB werkgeheugen, dat is voldoende voor wat ik ermee doe. Ik heb een SSD geplaatst, dat is een heel belangrijke upgrade geweest, dus daarmee heb ik heel snelle opstarttijden. En hier in dvd-drive heb ik dus een adapter geplaatst, waardoor ik nog een extra harde schijf kon plaatsen daar. Verder heb ik ja, de batterij is ook wel stuk gegaan, dus de adapter is stuk gegaan. Dus dat is die adapter eigenlijk, en de, hier die verbinding is stuk gegaan, dus dat is dat magnetische waar ik van sprak. En dan zie je aan het lichtje dat hij aan het opladen is. Dus die is vervangen geweest, maar de batterij is heel recentelijk is de batterij ook stuk gegaan. Hij is begonnen opzwelden, die trackpad is uh, naar boven gekomen. Ik heb de batterij eruit gehaald en kon die batterij alleen maar wegsmijten en vervangen door een nieuwe. Dat is een kostje. Dus die adapter was een kost van 80 euro. En gewoon een nieuwe, tweedehands kan je die misschien goedkoper vinden. En de herstelling van de batterij was rond uh, 40 euro. Dus dat zijn de kosten in die 8 jaar die ik eraan gehad heb en voor de rest is het een goed werkende computer. Die SSD op zich kost dat niet zoveel geld, denk 80 euro ook. De extra geheugen is ook niet zo duur. Die adapter en harde schijf zijn ook kleine kosten geweest. Nu moet ik wel zeggen: als je de dag van vandaag een MacBook koopt, dan is zowel het geheugen als uh, de harde schijf zelf, de SSD, is allemaal gesoldeerd aan je moederbord, waardoor je dat eigenlijk niet meer zelf kunt gaan vervangen of upgraden. Dus het is wel belangrijk als je een recent model koopt dat je al de, de goede specs meteen bestelt. En je ziet dat die hier al een beetje afgezien heeft ook. Maar op zich werkt die nog en die werkt zelf nog zeer goed. Dus het is een, uh, een investering geweest, ze zijn duurder in aankoop, maar ik vind ze wel de moeite. Maar ik heb nog nooit geen Windows computer gehad of laptop gehad die meer dan 2 jaar lang functioneert. Terwijl dat deze dat al 8 jaar doet. En nog altijd doet, dus die gaat gemakkelijk de 10 jaar of meer halen. Zo, dat was het. Bedankt voor jullie aandacht en tot de volgende.